In IJsselmonde in Rotterdam-Zuid werkt de RET tot half juli aan het spoor van tramlijn 2. De tramsporen worden vervangen. In de eerste fase wordt gewerkt op de Reijerdijk. Hierdoor rijdt tramlijn 2 tot halte Lombardije, om daarna bij de Kreekhuizenlaan te keren en richting Sjaarloos te rijden. Op de Reijerdijk vervalt een aantal tramhaltes. Reizigers kunnen gebruik maken van de bus. Op rotterdamonderweg.nl/tram2 vind je alle informatie over de werkzaamheden en de reisalternatieven.